Welkom, JD. Ken je niet? Ja. Kijk, kijk, kijk. Sell it. Sell it. Voor 5 euro. Oh, echt? Lukt dat? Ja. Oei. Ja, laat dat eerst dan zien dat dat er praktisch is. We zien nu al. Dat is al, ja. Er is gewoon niks over gedaan van boven. Ik ga nu al het slechtste kapsel. What the fuck is dit? Zo'n pijper dat er door komt. Deze heb ik moeten kopen voor aan, ja, aan de prijs te komen om te leveren. What is dit? Presentatie. Nee. Ik ga hem gewoon inpakken. Allee. Ja. Ik weet niet, dat is gewoon in een zak gekapt. Ja, dat is wel. Ik ga hem voor het pakken. Nee, proef. Loop op met Spammy, check. Gewoon erop gegooid. Hoe is dat zo niet ingedaan? Het is gewoon erop gegooid. Oh, zo goed. Ja? Kijk, gezien dat Kenny al een scheten heeft. Ja. Even genieten, want look, bro. Ja, ik kan eerst van een kapsel aan het proeven. Ja? Als ik zo'n bedenkelijke kop trek, dan zit ook zo ziek te veel bieten in. Veel te veel bieten. Is dat niet rode kool? Of is dat rode kool? Of bieten, ja, het kan. Het is niet zo slecht als ik gedacht had. Wat ik me wel afvraag, is dit. Wat is dat? Maar kijk. Dat is zo niet van dat beeld. Nee, nee. Van waar is dat dan wel? Maar dat is wel lus. Hygiëne, ja, ik weet niet. Hygiëne zero. Nee, ik weet niet. Nee, nee. Het beeld is nice, man. Pepers zijn precies zo mee gebakken. Er zijn daar kaas op, want je ziet dat bijna niet. Mm. Hij zit daar zo tussen. Ah, oké. Okay. Hoeveel scoren had hij op IMDb? Op TKW? Ja, nee, ik bedoel TKW. Huh? 5? 3.5. Ik dacht 5. Valt wel, valt beter mee dan ik gedacht had. De salad is wel mooi. Als je zo niet genoeg groenten hebt in de kapsel. Nou, dat is wel nice. Het is ook kleiner dan bij je senior. Bakt in is lager. Kost even veel. Ja. We hebben al een redelijk bewogen avond gehad, hè? Hoe dan? Een paar meningsverschillen met de vrienden. Ja. Harde talen. Hard gaan, maar ja. Niet boys, ook nog. Weet je, ik zeg altijd één ding. Als ze... Je hebt mensen die veranderen, als ze met iemand samen zijn. Mm-hmm. Mensen die hetzelfde blijven. Ik zal altijd hetzelfde blijven. Kenny blijft ook altijd hetzelfde. Arne ook. Ongeveer daar weet je niet, want hij is nog nooit meer met iemand samen geweest. Maar... Er zijn boys die veranderen. Mm. No. Not nice. Het is een naam zeggen, want... Ik zeg We zeggen geen namen. Niemand? Maar jij weet... Ja. Ik bedoel... Man. Jij daar. Jij weet dat het over jou gaat. Ja. Overal. Als dat al een beetje opgeklaard is, want die sneeuw gezien, die sneeuwval. Wateroverlast bedoel ik. Wel goed met die wateroverlast. Nou, sneeuwval toch ook? Niet? Mm-hmm. Ja, hè? Ja, boy. Het is hier zeker tondergelen. Allee, sneeuw ook, hè? Ja. We hebben hier een week vastgezeten. Ja. Maar eigenlijk, hier was het niet zo erg. Want wij zitten in Tijuana. En het was eigenlijk erger in het oosten. Mm. Ah ja. Zo richting Juarez en... Tijuana is chill. Ja. Besteld bij de Tasty uit Hemelo. Ja. Of ingevrozen en meegenomen. Dat zat wel zijn. Zo op congé gaan met zo'n 10 maaltijden ingevrozen. Gewoon je zin niet meepakken. Beste zo dat we zoeken het even op. Ja. Zoek eens op, kijk. Bagageruimte. Vliegtuig. Temperatuur. Dat artikel begint met zelfs degenen die nog nooit gevlogen hebben. Op bekken scam. Ja, maar nee, serieus, ineens zo weer mijn agenda toegevoegd, al hij riep. Wat? Ja, ik zal het zo niet laten zien. Het artikel begint zo. Ja. Zelfs degenen die nog nooit in een vliegtuig hebben gevlogen, weten dat het er altijd een aangename temperatuur is. Boy, ik denk dat dat wel de ziekte zeven is. Het is nooit aangename temperatuur in de vlieger. Het is veel te koud of veel te warm. Het is nooit aangenaam. Ja, te zeggen met Emirates vliegt elke keer of zo. Ja, toch ook niet. Ik heb nog geen enkele keer geweten in een vliegtuig dat het goed temperatuur is. Nou, ik denk wel in die Ethiopië. In die
Zo echt die eerste klasse, ja, met eerste die badkamer klasse. En zo. Dat hier, valt toch wel, hè? Op de Boeing altijd comfortabel 15 tot 20 graden. In Airbus 25 graden. Oh. Ja, een bagageruim, dat wordt verwarmd. Ja, een bagageruim, 15 tot 25. 15 tot 20 en bij Airbus 25 tot 25. Holy shit. Tenzij dat ze exotische dieren zijn. Ja, of Arras. Of... Dat ding is een zieke kou. Ah ja, dat is waar. We hebben echt niet met bald eagles. Maar ja, maar dat zijn gewoon de meest coole vogels op de planeten. Het is, niet slechter dan Christine. Maar... Ja, ja, altijd. Maar altijd. Vind jij kapsalon van Sultan beter dan Christine? Nee. Ja? Absoluut niet. Nee. Maar vind je dat slecht van Sultan? Nee. Maar ook niet goed. Allee. Voor mij is dat niet meer voor slecht. Sultan is dat nice om 's nachts te eten. Gewoon snack, snacks, chill. Maar nee, ik vind het niet... Ja. Bij mij is het wel nummer 2. Ja? Ja. Wat is uw... Na Grissini, wat is uw beste kapsalon? Goh, dat is een moeilijke zin dat ik het er vraag. Amai. Ja, maat. Ja, oké. Okay. Serieus, boy. Ja, dat van een Ada in Leuven, hè. Met die bolognese saus. Ah, oh, no. Maar dat bestaat niet meer. Dat is kapot, hè. Dat is failliet. Is dat weg? Ja, dat is failliet door corona, ja. Dus je kunt... Ah ja, nu kun je nergens geen bolognese saus. Allee, speciaal. Ja, ik heb dat nergens niet meer gezien. Hè. Fuck. Ja, en het kapsalon bij dingen, in Hever. Bij Heverkebab is eigenlijk ook wel goed. Echt? Jawel, jawel. Dat is met zo van die speciale kip. Zo grilled chicken, zo. Dat is goed, hè. Dat is echt lekker. Ja, en mooi geserveerd altijd. Jan Borg, je moet nog iets fucking bestellen bij Saitama Sushi. Nee, jawel, dat dacht ik ook te doen. Nee, bij de andere. Ah ja. Onze camera setup heeft namelijk te veel gekost. Man. Ja. Jesus Christ. Iemand heeft een waarschijnlijk weet die man zelf niet dat hij zo in de telefoonboek heeft gestaan. Nee, waarschijnlijk. Mensen met een voorbeeldfunctie, we hebben daar echt respect voor. Voorbeeldfunctie? Omdat, ja, die mogen echt niks van sociale media hebben ofzo. Allee, dat mag wel, maar... Volgens hun niet. Ja? Nee, ja, vandaag niet, denk ik. Ja, we hadden al tegen Arno gezegd dat we Sea of Thieves... Ja, wat aan Arno dat juist al beloofd. Ah ja, maar nee, dat is niet. Maar morgen, hè. Morgen wel, boy. Ah, morgen, ja, oké, maar niet te laat. Ja, nee, morgenavond, hè. Zeg, nu is het belangrijk. Ga je Corvette volgende week rijden? Ja, ik weet niet, als die een uitlaat gaat, dus we zijn er al bezig, dus normaal is die binnenkort, maar ja, de ladies die een blauwe staat daar buiten, want ja, maar... Dat gaat toch. Als we moeten komen helpen, moet het maar zeggen, boy, dan is het dingen, ja, dat was dan een, kunnen die bakjes kopen bij de haven. dat was een kapsalon waar je dus bolognese saus mee ingemixt kreeg tussen die kaas en die en dat vlees. Ja, eigenlijk niet bolognese saus. Gewoon een soort van, ik weet niet, tomat met paprika, een beetje bolognese saus is nog aan. Ja, allee, ja zo, zoals jij zegt. Ja, een soort van, ja, iets raar. Ik weet niet wat het was eigenlijk, maar het was wel goed. Dus deze zit er nog altijd onder, hè. En ik vind dat deze ook onder de Sultan zit. Ja, sowieso. Ik denk het ook. Ik vind Sultan eigenlijk nog redelijk. Ik heb het al eens gegeten vandaag, hè, maar... Je weet, je hebt die magic of je hebt dat niet? Nee. Allee, ja, ik geef veel punten. Ik zal mijn punten eens geven. Ik geef een 5. Ja, ik kan niet raten, want ik heb niks. Alleen, ja, blokbeeld reet ik niet helemaal. Alright, Kenny. Jij bent... Kenny! Ja! Jij bent dan JD. En I'm signing...